En samengevoegde vragen over Iran. En de eerste vraag is van mevrouw Samin. Ja, dank u, mevrouw de voorzitter. Ja, mevrouw de minister, de NGO Justice for the Victims of the 1988 Massacre in Iran, die de nabestaanden van slachtoffers van politieke executies in Iran vertegenwoordigt, toonde in haar onderzoek aan dat in 1988 30.000 politieke gevangenen vermoord zijn onder impuls van een fatwa van Ayatollah Khomeini. Maar ook huidig president van Iran, Ebrahim Raisi, zou een sleutelrol hebben gespeeld in het bloedbad van 1988. In een verklaring van Amnesty International van 19 juni 2021 wordt zelfs aangedrongen om een internationaal onderzoek in te stellen om de betrokkenheid van huidig president Raisi te onderzoeken. In een eerder gestelde vraag antwoordde u mij dat België de kwestie van de geheime executies van politieke dissidenten in 1988 ter sprake heeft gebracht op het niveau van de VN. Mevrouw de minister, ik heb een aantal vragen voor u. Ja, wat is de huidige stand van zaken in dit dossier? Er werd door het JVMI een open brief gericht, deze keer aan de EU-instellingen, om de kwestie van de straffeloosheid in Iran aan te pakken. Volgens deze NGO blijft de EU nog achterwege in deze materie. Bent u op de hoogte van deze open brief en zal u deze kwestie ook aankaarten op Europees niveau? Ondersteunt u mee de vraag van het JVMI om een VN-werkgroep op te richten voor een internationaal onderzoek naar de massa-executies van Iraanse politieke gevangenen in 1988? Zal er een internationaal onderzoek worden ingesteld om de betrokkenheid van Raisi te onderzoeken? En een laatste vraag, en niet eens de minste eigenlijk. Nu Ebrahim Raisi op 5 augustus officieel de president van Iran is geworden, maken de families van de slachtoffers zich grote zorgen over een nieuw bloedbad tegen dissidenten, demonstranten en politieke gevangenen. Hoe wordt er internationaal over gewaakt dat Iran zijn boekje niet te buiten gaat als het aankomt op het respecteren van de mensenrechten? Dank u wel. Mevrouw Jardin is niet aanwezig, dus dan geef ik het woord aan mevrouw de minister. Dank u. In antwoord op uw vraag over het internationale onderzoek naar de massa-executie van politieke gevangenen in Iran in 1988, ben ik niet op de hoogte van een open brief van de EU-instellingen. Enkele van een open brief van 3 mei 2021, gericht aan de hoge commissaris voor de rechten van mensen, mevrouw Michelle Bachelet. De open brief wordt op de brief van begin september 2020 aan de Iraanse autoriteiten vanwege enkele zogeheten speciaal procedure van de VN-Mensenrechtenraad, waaronder de werkgroep gedwongen verdwijningen, de speciale rapporteur voor de mensenrechten situatie in Iran en de speciale rapporteur transitionele justitie. Deze brief roept de Iraanse overheid op tot een grondig en onafhankelijk onderzoek en de vervolging van de daders. Als dat niet gebeurt, wordt de internationale gemeenschap opgeroepen om een internationaal onderzoek in te stellen. Wat de mensenrechten situatie in Iran betreft, waagt ons land er samen met andere Europese landen over om deze consequent aan te kaarten, zowel in bilateraal als multilaterale verband. De gebeurtenissen die plaatsvonden tussen juli en september 1988 zijn wel bekend. Zoals u weet, hecht België bijzonder veel belang aan de strijd tegen straffeloosheid. Waarheid en gerechtigheid zijn twee belangrijkste pijlers bij de aanpak van de grootschalige schendingen van de mensenrechten uit het verleden. In het kader van de zoektocht naar waarheid en gerechtigheid bracht België de kwestie van de geheime executie van politieke dissidenten in 1988 al ter sprake op niveau van de VN. Met name tijdens het universeel periodieke examen van Iran, dat eind 19 plaatsvond in Genève. Ons land verzocht Iran om de waarheid aan het licht te brengen over de gedwongen verdwijningen en buitengerechtelijke executie. En dit in al hun aspecten. Het aantal slachtoffers, hun identiteit, de omstandigheden, de locatie van de stoffelijke overschoten. België verzocht ook de teruggave van de stoffelijke overschotten aan de families te faciliteren. Tijdens de zitting van de Mensenrechtenraad van maart jongstleden heeft België overigens zijn steun uitgesproken voor de verlenging van het mandaat van de speciaal rapporteur voor de mensenrechten in Iran.
Tijdens diezelfde sessie dit jaar heeft België een verklaring afgelegd. Tijdens de interactieve dialoog met de speciale rapporteur uiten we onze bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in Iran, meer bepaald over de doodstraf en discriminatie, waar vrouwen het slachtoffer zijn. Dank u. Mevrouw Samin. Ja, dank u, mevrouw de minister, voor uw uitgebreid antwoord. Ja, het is uiterst angstwekkend dat Ebrahim Raisi, die een grote verantwoordelijkheid draagt voor de massa-executies van 1988 tegen die politieke dissidenten en gevangenen in Iran, ja, nu aan het hoofd staat van dat land, wat zorgelijk is voor de toekomst van de Iraanse bevolking. Ja, de NGO Justice for the Victims of the 1988 Massacre in Iran, samen met de families van de te betreuren slachtoffers, vragen nu al jaren naar een internationaal signaal. In Zweden is midden augustus het proces begonnen tegen de Iranier Hamid Nouri. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de massa-executies. Het is voor het eerst na 30 jaar dat iemand voor die misdaden terecht staat. U hecht veel belang aan deze zaak en ik hoop dat u op internationaal niveau deze zaak zal blijven aankaarten en mee zal aandringen om een internationaal onderzoek in te stellen naar diegenen die verantwoordelijk zijn voor de moord op 30.000 oppositieleden die zonder enige vorm van proces zijn doodgeschoten of opgehangen.